een uur of tien. Hol ik het thuis voor gezien. Ik zet de tv uit en ga dan naar mijn stamcafé. En onderweg zeg ik tot mezelf, ik blijf niet langer dan een uur of elf. Maar voor iets weet dan is het een uur of twee. Dit is de laatste, de allerlaatste. Nee, ik moet nou echt naar huis. Nee, niet zo sterk, ik moet morgen werken. Ik wil naar bedden, want ik ben zo moe. Maar wat ik doe of zeg, het maakt niks uit in ons café. Want zeg je nee, dan krijg je er weer twee. Spelbreker wil ik niet weer, want dit bier drink ik als slappe thee. Dus zeg ik nou vooruit, nog een tiever onderweg. En als de kroeg eindelijk sluiten gaat, is het natuurlijk alweer veel te laat. Luistert er nou niemand als ik zeg, dit is de laatste, de allerlaatste. Nee, ik moet nou echt naar huis, hè. Nee, niet zo sterk, ik moet morgen werken. Ik wil naar bedden, want ik ben zo moe. Maar wat ik doe of zeg, het maakt niks uit in ons café. Want zeg je nee, dan krijg je er weer twee. Maar diep in mijn achterhoofd denk ik aan wat ik heb beloofd, maar belofte maakt geen schuld als net onglas is bijgevuld. Dit is de laatste, de allerlaatste. Nee, ik moet nou echt naar huis. Nee, niet zo sterk, ik moet morgen werken. Ik wil naar bedden, want ik ben zo moe. Maar wat ik doe of zeg, het maakt niks uit in ons café. Want zeg je nee, dan krijg je er weer twee. Dit is de laatste, de allerlaatste. Nee, ik moet nou echt naar huis, hè. Nee, niet zo sterk, ik moet morgen werken. Ik wil naar bedden, want ik ben zo moe. Maar wat ik doe of zeg, het maakt niks uit.